Goedendag, u kijkt naar het speciale Koningsdagweerbericht van Weerplaza. We gaan uitgebreid stilstaan bij het weer tijdens de Koningsnacht en natuurlijk Koningsdag zelf. Zondagmiddag dan hebben we te maken nog met stapelwolken in een groot deel van het land en een aantal buien in het binnenland. Maar vanavond gaan die buien afnemen en ook komen er steeds meer opklaringen. Het weerbeeld vanavond ziet er dus best aardig uit. In eerste instantie waait er nog een behoorlijk stevige westelijke wind, maar die wind die gaat geleidelijk aan afnemen en draait dan uiteindelijk naar het zuiden. Zo halverwege de avond is het een graad of 10 tot 11. Als u dus al naar de uitmarkt gaat, is het wel verstandig om de jas mee te nemen. En ja tijdens de Koningsnacht dan gaat de temperatuur nog verder dalen. Uiteindelijk na zo'n 6 of 5 graden buiten de grote steden. In de binnenstad is het met 7 of 8 graden iets minder fris, maar natuurlijk is het dan ook wel verstandig om gewoon de jas mee te nemen. Verder is het tamelijk helder, al zien we aan het einde van de nacht dat in de middelbare en hoge luchtlagen de bewolking al begint toe te nemen. Ja, en morgen in de ochtend hebben we dan in eerste instantie nog een beetje waterig oranje zonnetje, met name in het oosten van het land is de zon wat uitbundiger, in het westen zal de bewolking al een stuk dikker zijn, zo halverwege de ochtend is het een graad of 9 en de watermatige zuidelijke wind. In Groningen, waar de koning aan het einde van de ochtend zijn bezoek doet, daar is het uiteindelijk zo'n 10 of 11 graden, zo rond het middaguur. Maar dan begint de bewolking ook echt wel te overheersen. En dat is dan ook het plaatje voor de middag. Want dan, met name in het westen en noorden van het land kan uit het wolkendek wat lichte regen gaan vallen. Misschien valt het mee en blijft het bij wat licht gespetter, maar ik zou toch rekening houden dat je de paraplu moet meenemen voor die enkele druppels die uit de lucht komen vallen. In het oosten en zuidoosten ziet het weerbeeld er wat zonniger uit. Aan het begin van de middag denk ik dat ook daar de bewolking wel even overheerst. Maar later in de middag zal de zon er wel voorzichtig weer even doorkomen. Met wat zon wordt het zo'n 15 tot 17 graden. Maar onder de wolken in het noorden en westen van het land blijft het kwik steken bij zo'n 12 tot 14 graden. Over het algemeen waait er een matige wind uit zuidelijke richtingen. Ja, en na Koningsdag ziet de zaterdag er nog heel redelijk uit. De dag begint met bewolking en nog wat lichte regen, die vervolgens naar het oosten wegtrekt. En daarna breekt de zon door en valt er hooguit in het binnenland nog een enkele bui, bij zo'n 11 tot 14 graden en een matige zuidwestenwind. Op zondag en maandag hebben we veel bewolking. En er zijn perioden met regen, slechts af en toe weet de zon even een gaatje te vinden. Op zondag wordt het daarbij nog wel 13 graden in het noordwesten, tot 18 of 19 graden in het oosten en zuidoosten van het land. Maar op maandag blijft het kwik steken bij slechts 10 tot 12 graden, en dat is toch echt wel onder normaal voor deze tijd van het jaar. En op zondag en maandag staat er bovendien ook nog eens een behoorlijk stevige wind. Zit er dan geen weersverbetering in? Ja, op de 15-daagse grafiek zien we dat de temperaturen in de loop van volgende week wel weer wat omhoog gaan. De kans op 20 graden neemt zelfs toe. Maar er zit ook de nog de nodige onzekerheid omheen. Dat zien we aan de witte band in de grafiek. Met andere woorden, het zou ook overdag 13 of 14 graden kunnen zijn. En ja, dat zijn toch temperaturen waar we in het begin van mei een beetje karig mee wegkomen. Al met al, de Koningsdag is dus een beetje wisselend, met de meeste condities in het zuidoosten en de slechtste condities in het noordwesten. Ik wens u in ieder geval een hele goede Koningsdag toe.